ben Jolanda Wenzel en ik werk bij de cardiologie van het Erasmus MC. En ik heb in 2013 een hele grote Europese subsidie gekregen van bijna 2 miljoen euro om onderzoek te doen naar aderverkalking. En niet alleen het ontstaan van aderverkalking, maar ook eigenlijk de factoren die van invloed zijn op het krijgen van een hart- en een herseninfarct. Want dat is meestal het gevolg van het hebben van aderverkalking. En eigenlijk werd ik zelf ook opgeschrikt afgelopen weekend door ambulances in de straat. En nu bleek achteraf dat een van mijn buurmannen een hartinfarct had gekregen. En daarin is overleden. En ja, daar schrok ik eigenlijk ook zelf wel weer heel erg van. Want ja, het kan je zomaar overkomen. En dat gebeurt eigenlijk bij bijna 100 mensen per dag. Dat je zo'n hartinfarct krijgt. En dat je eigenlijk plotsklaps ja, overlijdt. En dus de vrouw of man weduwe of weduwnaar wordt. En daarmee realiseerde ik me steeds meer hoe belangrijk toch dit onderzoek nog steeds is. Aderverkalking is een ziekte waarbij vetten, maar ook ontstekingscellen zich ophopen in de vaatwand. We zien ook verkalking, daarom heet het ook aderverkalking. Maar als die vaatwand te dik wordt, dan gaat het bloedvat vernauwen. En als het bloedvat vernauwt, kan er niet voldoende bloed naar het hart of naar de hersenen. Nou, als er niet voldoende bloed naartoe gaat, op een gegeven moment dan krijg je een hart- of een herseninfarct. Wat we kunnen doen is met kleine kathetertjes kunnen we de vaatwand bekijken. En tegenwoordig heb je hele mooie nieuwe technieken waarbij je ook naar de samenstelling van die vaatwand kan kijken. Nou, we weten dat juist die samenstelling van wezenlijk belang is in het krijgen van een hart- of een herseninfarct. Nou, mijn onderzoek richt zich eigenlijk op biomechanische factoren, dat is een heel moeilijk woord. Maar de stroming van het bloed op die vaatwand om te kijken hoe bijvoorbeeld die samenstelling van het vat verandert in de loop van de tijd terwijl aderverkalking ontwikkelt. Daarnaast kijken we ook naar hoe de spanningen in die vaatwand veranderen naar aanleiding van de ontwikkeling van die aderverkalking. En die spanningen zijn heel erg belangrijk omdat juist die spanningen bepalen of het vat gaat scheuren. En als het vat gaat scheuren, dan krijg je juist zo'n hart- of een herseninfarct. Nou, die twee aspecten, de stroming en die spanning, dat is de reden dat ik de Europese subsidie heb gekregen. En daar gaan we dus nu in een groot onderzoek naar kijken. Nou, in de toekomst hopen we dan dat als mensen met klachten van vernauwingen bij de cardioloog komen, dat we dan die nieuwe parameters kunnen gaan meten. Dus de stroming en die spanning in de vaatwand. Dat we naar aanleiding van die parameters kunnen zeggen van, nou, u heeft een verhoogd risico, u kan beter behandeld worden. Of dat we zeggen, nou nee, het risico is eigenlijk nog helemaal niet zo groot. U kan beter nu gaan letten op uw leefstijl, kan beter anders gaan eten. U kan beter meer gaan sporten. Zodat we dan misschien nog eventjes kunnen wachten met die behandeling. En mensen dus eigenlijk advies geven in ja, het beter gaan leven. En in misschien zelfs het verminderde risico op uiteindelijk dus dat hart- of een herseninfarct. Zodat we ook echt hopen dat mensen minder vaak getroffen worden door zo'n hart- of herseninfarct. En dat mensen dus niet opgeschrikt worden door dus die ambulances in de straat. Dat zou natuurlijk echt prachtig zijn.